Ik heb begrepen, Chris, dat het eigenlijk uw echte eerste grote solo-tentoonstelling is, als ik het zo mag noemen. En anders corrigeert mij Jan zelfs wel, als het niet zo zou zijn. Maar het is eigenlijk onze bedoeling met Z33. En ik denk dat de tentoonstelling van Chris daar een goed voorbeeld is om echt een hele moeilijke evenwichtsoefening te maken. En voor mij, toen ik daar net daarboven was, Chris was zo'n beetje, wat ik de voorbije dagen al in de pers heb mogen lezen, zo, niets is wat het lijkt. Want wat vandaag heel leuk, aangenaam is in onze omgeving, kan misschien straks een verschrikkelijke bedreiging worden. Problematiek van de voorbije weken die de kop opsteekt. Misschien is dat een gelijkaardige problematiek, of niet. Maar wanneer we daar net door de tuin wandelden, en jullie straks, dan is het toch wel een beetje beklijvend. Want wat nu zo mooi lijkt in onze tuin, of in de natuur, als je ze allemaal samenbrengt, begrijp ik, oei, even opletten. Focust ze rond een reflectie op de huidige staat van de wereld. Performances, video-installaties, installaties te koer, die normaal in een theaterruimte worden getoond, krijgen nieuwe betekenislaag door een andere tijds- en ruimtebeleving in de witte tentoonstellingsdoos van Z33. Een op het eerste zicht vreemde kunstenaar in Z33. Een kunstenaar die de grenzen van de media elke keer opnieuw in vraag stelt door zijn boodschap te herinterpreteren. En een kunstenaar die onze wereld samenvat in paradoxen die ons niet loslaten. De relatie mens-machine, mens-maatschappij. Is ook de nieuwe installatie Exoten, een tuin die invasieve niet-inheemse planten en dierensoorten samenbrengt, die een bedreiging vormen voor biodiversiteit, volksgezondheid, economie. En zo is de tuin, net als de andere werken van Chris, een werk dat een metafoor voor ons, voor onze maatschappij is. We gaan dat niet altijd zo makkelijk meer doen. En ik denk dat ik hier eens heel op mijn gemak door die tuin moet wandelen, maar vooral ook naar de video's moet kijken, om eigenlijk een beetje zicht te krijgen op hoe Chris ons een wereld wil laten zien op dat snijvlak tussen kunst, wetenschap, performance en natuur.